Dit is een podcast van 3FM en VPRO. Dit is De Machine, een tweewekelijkse podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Niels Albert en Atze de Vriese praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen. Ja, welkom bij weer een nieuwe machine waarin de machine waar wij het altijd over hebben piepend en krakend weer op gang komt. Het is een machine die zich afspeelt in een wereld waarin van alles weer mag, maar tegelijkertijd ook eigenlijk niks kan. In een wereld waarin festivals zich online afspelen en waarin wij ons pleziertje nog altijd halen uit playlistjes samenstellen met andere mensen in een enorme online jukebox. Home listening heet die. Ja, home office heet die, vriend. Home office. Als je dan toch graag goed wil vertellen, dan moet je het wel goed doen. Sorry, man. Home office. Dank voor het luisteren, jongens. Leuk dat jullie het zo massaal zijn komen checken. Niels, je er weer bent. Waar gaan we het niet over hebben? We gaan het niet... Ja, natuurlijk gaan we het over festivals en dingen hebben. Die komen altijd voorbij. Maar we gaan het niet hebben over twee mega dance festivals die hier in Nederland zijn. Awakenings en DEFCON 1. Afgelopen weekend. Ja. Vanaf DEFCON zagen we een spectaculaire aftermovie. Die hebben sowieso wat dat betreft een standaard hoog te houden als het gaat over spectaculaire aftermovies. Nou, dat deden ze ook dit weekend, afgelopen weekend. Allebei de festivals vonden online toch plaats met grote DJ's op de line-up. Maar ook met Zoom-feestjes. Hebben we het ook al eerder over gehad, dat best kan. Volgens ID&T hebben er in totaal zo'n 20 miljoen mensen ingeschakeld. 20 miljoen? 20 miljoen. Ja, dat is veel, hè? Ja, dat is echt een hoop. Ja. Maar ja, we gaan het er niet over hebben. Hadden we het de vorige editie niet over hoe Beyoncé tot orde geroepen werd door de luidruchtige Black Lives Matter beweging. Zeker, daar hadden we het over. Maar die wilde haar de straat op hebben. Nou, ze heeft iets anders verzonnen. Ze pakt door. Ze heeft een protestsong online gegooid, Black Parade. En er komt een film aan en die wordt op Disney Plus uitgezonden. Of die is daar te zien natuurlijk, on demand. We gaan het wel over heel veel activisme hebben. Niet over Beyoncé, maar wel over K-pop fans. Leuk, ja, zin in. Super onderwerp. Intussen hebben heel veel muziekpublicaties het heel erg moeilijk. Dankzij de coronacrisis lopen advertentieinkomsten terug. Ja, dankzij. Vanwege de coronacrisis lopen de advertentieinkomsten terug. Ja, welk festival wil nog een advertentie plaatsen voor een festival dat niet plaatsvindt? Precies. Of een plaat die niet verschijnt? Ja. Loud and Quiet hield zijn hand al op. Mixmag kan voorlopig niet fysiek verschijnen. En ook voor Stereogum moest een crowdfundactie gestart worden. Dit is wel echt matig. We hebben het hier natuurlijk veel over clubs die verdwijnen. Of tenminste die dreigen ten onder te gaan onder invloed van corona. Dit hangt daaronder eigenlijk. Ja, nou, dit is misschien nog wel eerder aan de hand. Want het was al geen vetpot volgens mij een muziekblad uitgeven. Dus het is heel matig. Tegelijkertijd, ja... We gaan het er niet over hebben. Oh, sorry, we gingen het er niet over hebben. We zitten nou toch uit te wijden. Ja, precies. Nou, waar gaan we het ook niet over hebben? Een roman waar wij als machine wel erg naar uitkijken. Daar zeker. Heb ik echt zin in. Diewertje Heuvelings, voormalige chef playlist bij Spotify van Nederland, komt met een spannend verhaal vol intriges over een chef playlist bij een streamingdienst. Nou. Ja, je hebt een hiphopartiest die door wil breken en alles wat daarmee gepaard gaat. Ja, ik heb er zin in. Ja, ik heb er ook zin in. Ik denk dat net als bij de Showbiz Moord, die podcaster, veel... geld van hand gaat wisselen. Tenminste, dat hoop ik. Intriges, coke, hoeren. Nou, kom maar op. Maar ja, we gaan het niet over hebben. We gaan het eerst lezen zometeen. Tot slot, Eurosonic trok toch aan het langste eind gisteren. Eergisteren inmiddels, volgens mij. Ja. Bijna alle partijen in de Tweede Kamer kwamen op voor het Groningse Showcase Festival. Misschien wel dankzij dat filmpje waarin toch echt wel heel veel mensen riepen... jongens, dit kan niet, dat Eurosonic geen geld krijgt. Dankzij de machine natuurlijk. Oh ja, dat zal het zijn geweest. Wij vinden dit ook. Ja, wij vinden dit zeker... Ze vielen eerst buiten de boot bij het advies van de Raad voor Cultuur. Maar dat is eigenlijk eergisteren naar aanleiding van het debat waar het eigenlijk helemaal niet over die subsidies ging. Maar dat werd een soort, ja, soort staartje of een soort zijpad wat werd ingeslagen. Alsnog in die subsidiering betrokken. En dat is een goede zaak. Gefeliciteerd. Juist, we gaan het wel over hebben over leuke dingen die vanaf 1 juli gaan plaatsvinden. Want inderdaad, er mag steeds meer. En we gaan het hebben over K-pop zometeen. Maar nu eerst, eerst maar even het zuur, hè? Even voeteren. We gaan even voeteren op 2020. Yo, my cat died in a global pandemic took over my life. And I put out some music that nobody liked. So I got really sad and bored at the same time. And that's why I'm like low-key fuck 2020. Still sad, still ain't got no money. I ain't got a watch up on my wrist. Ja, afgelopen week waren er versoepelingen van de coronamaatregelen, ook voor de muziekwereld. Hoera,
er mag weer meer en het mag sneller dan gedacht. Er mogen niet maximaal 100 mensen op 1,5 meter in de zaal, maar zoveel als er in een zaal passen op 1,5 meter. Er mogen ook weer festivals plaatsvinden. Hoera, buiten op stoeltjes. Ja, het is in feite goed nieuws. Ja. En toch voelt het niet zo. Nee. Voelt alsof we nog steeds als allerlaatste weer iets mogen, terwijl kappers, rijinstructeurs, nagelpoetsers, masseurs, ijskommannen en zelfs sekswerkers gewoon weer mogen werken. Ik geloof dat in het advies van het RIVM elk standje werd uitgelicht, geloof ik. Elk standje is tegenstaan. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ja, en wat leek het er even op? Dat is denk ik de belangrijkste reden dat er een soort, voor bij mij een soort chagrijn is blijven hangen aan de versoepelingen van vorige week. Er ging een document rond, een soort lijstje van besluiten die genomen zou gaan worden. Dat gebeurt wel vaker bij die persconferenties. En dan is het even afwachten in hoeverre dat afwijkt uiteindelijk van het verhaal dat de premier dan gaat vertellen. En meestal klopt dat dan vrij aardig. En daar stond iets op over heropening van grote evenementen per 1 augustus. Heel vaag, want onder welke voorwaarden. Maar uiteindelijk is het gewoon toch. Ja, het was een beetje een dooi. Niks. Nee, een dooi. Het was net niks, precies. Het leek erop dat er een soort routekaart zou komen. Ja. Dat was het vooral. Ik denk dat we het daarover moeten gaan hebben. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. En het is vooral inderdaad, jij zegt het een soort chagrijn. En dat is een chagrijn, daar hebben we het hier in de machine eerder over gehad. En dan refereer ik vaak aan gesprekken die we op het ogenblik voeren met festivals. Met als we zelf in de clubs komen, die natuurlijk al eerst met die 30 bezoekers begonnen. Wat ik voel is dat in het begin, iedereen was er vanaf het begin heel duidelijk over met die 1,5 meter en de maatregelen die er toen waren. Kun je nooit een club of een festival rendabel draaien. Maar er was begrip. Er was veel begrip van, ja jongens, we komen vanuit niks, vanuit nul. We hebben er allemaal mee te maken gehad. We stappen ook dat grote groepen mensen risico met zich meebrengen. De ware aanwijzingen dat dit soort bijeenkomsten inderdaad misschien nog wel gevaarlijker waren dan andere vormen. En er was, wat ik zeg, veel begrip. Maar ik heb het gevoel dat we op een kantelpunt komen. En het is precies wat je net hier van tevoren aangeeft. Je ziet, het grootste ergernis is volgens mij dat mensen zien hoe een vliegtuig volgestouwd wordt. En dan denken, waarom kan dat niet in Carré? Ja, dat is niet uit te leggen. Wat mij persoonlijk, en dat was ook weer in het debat van afgelopen maandag heel duidelijk, wat mij enorm irriteert is dat als de politiek het erover gaat hebben, hè, in dat soort debatten, dat eigenlijk, en dan met de minister voorop, er heel weinig kennis blijkt te zijn van de businessmodellen en hoe het geld verdiend wordt in de branche. En dat daar maar even makkelijk overheen gestapt wordt en dat ook de bal over de schutting wordt teruggegooid. Ja, ze moeten met nieuwe businessmodellen komen, nieuwe oplossingen binnen de regel van 1,5 meter. En als dat niet vol te houden is, omdat mensen dronken worden, moeten we misschien ook maar kijken of we de bierpompen dicht kunnen draaien. Ja, dat is gewoon echt belachelijk. Dat was echt een van de dingen die deze week naar buiten kwam. Hè? Dat in de veiligheidsregio Zuid-Holland wordt nagedacht of het misschien een goed idee is voor de veiligheid om alcohol te verbieden tijdens evenementen. Ja, nou dan heb je geen idee hoe deze branche, de live branche, werkt en hoe daar het geld verdiend wordt. Zeker bij de grote festivals, maar ook bij clubs en zalen. Als je het heel slim doet, als je de zaal voor 60% gevuld hebt, kun je hopelijk met een publiek dat flink bier drinkt, kun je denk ik break-even draaien. Maar de realiteit is natuurlijk dat bij de laatste 20 en soms in sommige gevallen 10% van de bezoekers en dan inderdaad flink bier drinken, er rendabel gedraaid kan worden. Als je de bierpomp dan dichtgooit en nou ja, je haalt de 80% bezetting natuurlijk nooit als iedereen 1,5 meter van elkaar moet staan. Maar ik snap wel waar die gedachte vandaan komt, hè? Van die burgemeester van Dordrecht die dit zei in de krant. Want ja, ik snap ook wel dat als we met z'n allen flink bier drinken, dat we dan makkelijk om elkaar in de armen vliegen. Maar niemand heeft dit toch geopperd toen de terrassen open gingen. Alsof die mensen aan het einde van de avond op het terras of in de kroeg nog hun 1,5 meter in stand houden. Ja, omdat ze inderdaad gedronken hebben. Maar er wordt dus weer gezegd van ja. En KLM serveert ook wijn, hè? En dan zitten we al 1,5 meter bij elkaar. Dus het is gewoon idioot. Het is echt idioot. Ik wil eerst eventjes naar de directe consequenties van het ontbreken van een routekaart, zoals we die nu zien. Ik had vorige week iemand van Draaimolen aan de telefoon, Draaimolen Festival in Tilburg, die zei van ja, als we nou hadden geweten dat we mogelijk in september weer mogen, ja, dan kunnen we nog doorgaan. Maar wij moeten nu beginnen met bouwen. Eigenlijk 8 weken van tevoren, dus half juli, moet je beginnen met bouwen. Dat kan dus niet. Dus dat betekent dit effectief dat ons festival niet meer bestaat. Ik had van de week ook nog iemand anders aan de telefoon, namelijk Chris Moorman van de Popronde. En die heeft ook nieuws dat we eigenlijk niet wilden horen. We hebben besloten dat we Popronde 2020 verplaatsen naar begin 2021. In de hoop dat de 1,5 meter regelgeving dan iets versoepeld is.
omdat een popronde organiseren in een 1,5 meter samenleving gewoon niet mogelijk is. In poppodia kun je wel optredens geven, dan natuurlijk voor een aantal mensen. Maar als je dat in een kroeg of een kledingwinkel, juist die bijzondere locaties die zo staan voor popronden, moet doen, dan staan er misschien 4, 5, 6 mensen voor een band die van Leeuwarden naar Middelburg is gereden bijvoorbeeld. Dat kun je de muzikanten niet aandoen. En dat is ook gewoon niet leuk. En daarmee schieten we ook ons doel een beetje voorbij als popronde zijn. We hebben eigenlijk altijd gezegd, nou eind juli wachten we af en dan maken we de beslissing. Nemen de beslissing of we het door kunnen laten gaan, of het vertrouwen hebben dat in het najaar die regelgeving versoepeld is. Maar we hebben nu gezegd van ja, er zijn zoveel partijen afhankelijk. De geselecteerde muzikanten natuurlijk, de coördinatoren, de locaties. Ja, we zien het gewoon niet voor ons dat in september, oktober dat dat opgeheven is. En waarom zouden we dan die beslissing nog een maand uitstellen of hem gewoon nu nemen? En kijken wat we komend najaar wel zouden kunnen doen, bijvoorbeeld in die poppodia. Ja, en hier in dit voorbeeld zit ook dat andere punt waar ik me zo aan erger als de politiek hierover praat. Het is, lijkt dat ze zich niet bewust zijn van het feit dat festivals als deze, maar natuurlijk ook de grotere festivals die buiten plaatsvinden, maar net zo goed voor de clubs, niet op 1 september in 1 keer uit de startblokken kunnen gaan en dan die hele zaal weer gevuld hebben. Daar moet je misschien wel 3, 4 maanden, misschien wel 1,5 jaar voor rekenen om dat allemaal weer te kunnen programmeren. En daardoor is die route zo belangrijk. Op het moment dat het onduidelijk blijft van, nou ja, we zitten nu eind juni, dus tot 1 september is nog 2 maanden. Als daar niet duidelijk uit blijkt dat je aan de bak kunt om te zorgen dat er 1 september überhaupt iets te zien valt waarvoor we naar buiten gaan en een kaartje willen kopen, dat irriteert me mateloos. Ja, want het gekke is dat bijvoorbeeld voor de horeca is die routing er wel. Hè? Er is gezegd, oké, je mag eerst 30 mensen, je mag dan 100. Binnen een dag wordt naar die persconferentie gezegd, ja, als je de schermpjes tussen zet, mag het nog zelfs wat flexibeler. Er wordt heel snel aanpassingen gemaakt in de uitspraken ook, of aanpassingen, aanvullingen gedaan op wat er in de persconferentie wordt gezegd, waarbij ik het gevoel heb dat er heel erg gekeken wordt naar de realiteit, de werkelijkheid. Als mensen zeggen, hey, dit is 1,5 meter op terrassen, maar als we er nou schermen tussen zetten, kunnen we daar zelfs wat flexibeler in zijn. Ja hoor, dan, tenminste zo komt het op mij over. Maar voor de culturele sector, stilte. Ja, er wordt keihard vastgehouden aan die 1,5 meter. Ik proef dus onrust. Ja, ja. Ik zie het, ik hoor het bij jou. Ja, je ziet het ook doordat mensen natuurlijk op straat dingen gaan doen. Ja. In Amsterdam hebben ze heel veel last van jongeren die op straat hangen met ballonnetjes. Ja, verscheen maandag in de krant een stuk in de Volkskrant dat in Berlijn er gewoon echt weer ouderwetse jaren 90 raves buiten in het bos plaatsvinden. Dat woord is ook weer terug, hè, rave. Ja, ja, en wij iemand vroeg van waarom heet dat nog steeds een rave? Dat heet weer een rave eigenlijk. Precies, ja, dat zie je terug. En ik refereerde net al, kijk, het is allemaal leuk en aardig dat wij ons hier kunnen opwinden in de machine. Maar dit is, ik vertaal de dingen die ik ook tegenkom of hoor van mensen uit het veld. Ik heb het al eerder over gehad. We zijn in overleg met Lowlands om te kijken wat die dit jaar gaan doen. Nou, we zijn bezig om daar plannen mee te maken. Erik van Eerdenburg is van een gelatenheid en wat ik net zeg, het moet, heel erg boos geworden. Ja, nou, ik had hem aan de telefoon van de week, want ik stuurde hem dat berichtje door waar jij net over begon, over die veiligheidsregio Zuid-Holland, waar ze erover denken om alcohol te verbieden. Hij hing meteen aan de telefoon en zei, ja, ik klink misschien gefrustreerd, maar dat ben ik ook. Hij zei ook echt van, ja, per 1 september moet die 1,5 meter uit die regeltjes, want het is een schijnvertoning. Alles gaat naar de kloten als het zo blijft. En ik snapte dat wel van hem, omdat je ziet zoveel uitzonderingen, je ziet dingen die niet kloppen. Je ziet dat mensen in een auto naar een voetbalstadion met hun vrienden mogen rijden met mondkapjes op en vervolgens in het stadion moeten ze weer uit elkaar gaan zitten. Het slaat nergens op hoe het nu ingeregeld is en de popmuziek is voortdurend de lul. Erik van Eerdenburg zei ook van ja, dat gelul over ondernemers moeten creatieve oplossingen vinden, dat moet afgelopen zijn. Nee, de politiek moet creatieve oplossingen vinden om van die 1,5 meter af te komen. Je moet het op een andere manier doen. Je moet onderzoek doen naar bijvoorbeeld ventilatie, rol van overdracht in de buitenlucht. Dat wordt allemaal genegeerd. En hij zegt, ja, dat gelul over ondernemers moeten creatief zijn, dat is een manier om te zeggen, wij negeren alle nieuwe ontwikkelingen, alle nieuwe kennis die we hebben. En we gaan gewoon door met vasthouden aan die 1,5 meter. Ja, en dat is Lowlands. Maar volgens mij op dezelfde dag verscheen er ook een artikel in het AD, meen ik, waar Berend Schans van de VNPF gewoon hardop zegt dat als het op deze manier doorgaat en we niet wat gaan doen, grote zalen als Paradiso, de Melkweg, 013 echt aan het einde van het jaar zijn omgevallen. En je ziet de eerste signalen daar al van. Afgelopen week maakte 013 bekend dat ze
10 mensen in vaste ontslaan. Dienst. In ja. vaste dienst, die gaan ze ontslaan. Wat ik heb begrepen is dat een kwart van de mensen die bij hen in vaste dienst werken, er zullen ongetwijfeld ook nog heel veel part-timers en wat mensen, nou ja, zoals dat in de hele branche is, losser verbonden zijn aan 013. Ook weer zo'n ding waar je, gisteren was het geloof ik nieuws voor Van Engelshoven, dat de hele branche leunt op de schouders van ZZP'ers. Ja, sorry, als je dat niet snapt, hoe dat werkt bij festivals, dat die mensen echt niet 12 maanden in dienst zijn van Down the Rabbit Hole of Best Kept Secret. Ja, dan weet je echt niet waar je het over hebt. Dan heb je je dossier gewoon niet gelezen. We zitten een beetje boos te wezen, Niels. Ja, maar ik ben ook een beetje pissig. Ja. Ja, het heeft ook te maken, dat zeg ik eerlijk. Ik was afgelopen week, en dat vertelde ik de vorige keer al, waren we weer buiten. Kwamen we weer eens ergens. En dan weet je gewoon, dan voel je gewoon wat je gemist hebt. En als dit nog gewoon een half jaar doorgaat, dat is gewoon kloten. Zeker. Ja. Ik vroeg het ook even. Ik heb ook even gebeld met Ritty van Stralen van ID&T, de CEO van ID&T. En waarom? Alleen al omdat we die eigenlijk nog helemaal niet gehoord hebben in deze crisis. We hebben Mojo eigenlijk behoorlijk fors in de media gezien. Ruben Brouwer, John Mulder. Erik van Eerdenburg heeft verschillende momenten zijn zegje gedaan. Maar ID&T eigenlijk niet. En ik vroeg me af of zij het eigenlijk eens zijn met wat ze bij Mojo vinden van die anderhalve meter. Nou ja, precies hetzelfde. Wij praten ook heel veel. We trekken met Mojo op stage. En we hebben eigenlijk allemaal dezelfde problemen natuurlijk. Met dezelfde uitdagingen. En ik vind, het klopt ook niet. Zalen als de Ziggo Dome, waar de beste luchtfilters in zitten die je kan vinden. Daar moet je gewoon onder bepaalde voorwaarden wellicht. Maar dan moet je het over hebben. Moet je gewoon dingen kunnen doen. Buiten festivals. Er is helemaal nergens bewezen dat dat niet kan. Die demonstratie op de Dam. Ja, kijk, daar kun je heel veel over zeggen. Uiteindelijk is daarna niks gebeurd. Dus ik ben het helemaal met Erik eens natuurlijk. Wij moeten hier zo snel mogelijk vanaf. En eigenlijk ook in alle stukken die wij die geschreven worden en die bij de overheid worden voorgelegd, is dat er ook uit hoor. Wij hebben het niet over een anderhalve meter. Wij willen terug naar normaal, terug naar voor 12 maart. Vanzelfsprekend willen we dat op een veilige manier doen. Dat mensen zich bij ons goed voelen. En dat ze weten dat er bepaalde zaken geregeld zijn. En misschien moet je wel afspraken maken ook met je bezoeker. Maar laten we daar gewoon eerst eens even mee beginnen. In plaats van allemaal nee, nee, nee. Kijk, ik heb niet de illusie dat wij volgende maand weer volop aan kunnen. Wat wij willen is dat er een hele duidelijke routekaart komt daar naartoe. En van de routekaart, het is ook niet erg om van zo'n routekaart af te wijken. Als je maar wel een aantal eikpunten hebt en dan kan je met elkaar in overleg. Werkt dat niet? Dan pas je het weer iets aan. Maar het doel is daar naartoe terug. Alleen die is er niet. Dus wat in onze hele branche natuurlijk ontbreekt, is een stip aan de horizon. Ja, hij zegt hetzelfde. Hè? Hij zegt ook, die routekaart die hebben we nodig. We moeten toe naar een... En bij het voetbal is hetzelfde. Bij het voetbal zeggen ze ook, we moeten toe naar het moment dat we weer een vol stadion mogen hebben. We kunnen niet zeggen, 5000 mensen in een stadion is het eindstadium. Ik heb het toch alvast op voorgesorteerd, Adse. Ik heb mijn seizoenskaart FC Utrecht gisteren toch maar even aangeschaft. Ik dacht, ik wil er toch bij zitten. Als we er dan maar met 1/5 mogen zitten, wil ik een van die 5 stoelen zijn. Heb je niet FC Groningen gekozen nu? Nou, ik zat te twijfelen. Ja. Het was wel een mooie Robben, toch? Maar het is zo lang reizen iedere keer hè, naar Groningen. Ja, zeker. Eigenlijk ID&T zegt dus eigenlijk hetzelfde. Ze hebben zich tot nu toe niet zo heel erg uitgesproken in de media, maar ze zijn achter de schermen daar wel degelijk mee bezig, zegt hij. En we moeten dus een perspectief hebben. En terwijl ik met hem aan het praten was, dacht ik van joh, is het niet ook gewoon een politieke keuze? Ik bedoel, is de popmuziek gewoon de lul? Omdat nou eenmaal grote gezelschappen, mensen bij elkaar een risico zijn? Of is het ook een politieke keuze? En dat vroeg ik ook aan Ritty van Stralen. Nee, ik denk niet dat wat mij betreft heeft dat er niks mee te maken. Natuurlijk heb ik daar ook wel over nagedacht en hebben we het intern ook wel daarover. Maar ik probeer dat eigenlijk een beetje te blokken, eerlijk gezegd. Het is vanaf dag 1 heel duidelijk geweest dat onze branche als eerste eruit moest. En waarschijnlijk weer als laatste aan zou mogen. Ik probeer eigenlijk daar gewoon mee om te gaan. En ik probeer me niet te laten mee. Tuurlijk gaan die geluiden ook wel op. Er was natuurlijk al heel veel gedoe over de festivals en het moet naar de periferie en zelfs nog verder dan de periferie. Weet je, zo'n grapperhuis zal geen haast hebben met jullie. Zo simpel is het. Dat is waar, denk ik. Grapperhuis zit wel aan tafel bij ons. Ja, ja.
Dus als die alliantie, er is vorige week nog een gesprek geweest, dan zit Grapperhaus erbij. Dan zitten de drie ministers erbij. Drie ministers en een staatssecretaris. Ja, dat moet ik even uitleggen, die alliantie. Hè? Ja. Er is dus een alliantie, dat wist ik dus ook niet. Die heet Alliantie voor Evenementen. Eigenlijk heeft de overheid gezegd van, joh, hartstikke leuk dat jullie je mening hebben over de maatregelen. We willen wel naar jullie luisteren. Maar het komt niet zo sterk over dat we de KNVB langs hebben en de NRC-NSF en jullie van de Vereniging voor Evenementenmakers en Mojo en ID&T. Zorg nou dat je één blok gaat vormen waar wij mee aan tafel kunnen. Nou, dat is dus achter de schermen gebeurd de afgelopen maanden. Dat heet dus die Alliantie voor Evenementen. Er zitten al die kopstukken van die grote evenementenorganisatoren bij elkaar. En die praten dus met, volgens Ritty, de ministers van de afgevaardigden van VWS, dus Volksgezondheid en Werkgelegenheid, OCW, Cultuur, Economische Zaken en Justitie. Alle belangrijke mensen. Ja, er zitten dus bij die overleggen zitten drie ministers en een staatssecretaris zitten daarbij. Dat klinkt op zich hoopgevend. Nou, dat is iets waar we het ook al vaker over hebben gehad. De popmuziek altijd een slechte weg naar Den Haag weet te vinden. Maar dit is blijkbaar een noodsituatie. En, ja, maar het gaat natuurlijk niet alleen over de popmuziek. Want hier zit dus ook stage entertainment van de musicals van Albert Verlinde. En er zit de KNVB bij. En gewoon alles wat... Want die hebben allemaal hetzelfde probleem. Allemaal lopen ze tegenaan dat die anderhalve meter niet werkbaar en niet rendabel is. Nee. En ja, langzaam maar zeker komt daar natuurlijk ook wel een beetje wat uit. Bijvoorbeeld Van Engelshoven begon gisteren ineens over Field Labs. Had jij ervan gehoord? Nee, dat is volledig nieuw voor mij. Field Labs. Nou, daar zijn ze dus mee bezig. Dat is een initiatief vanuit die Alliantie voor Evenementen. Dat ze zeggen van, joh, laat ons nou dingen proberen. Laat ons voorstellen doen die we dan kunnen laten testen door TNO of in de praktijk kunnen uitproberen. Laten we dat nou gaan doen. Van Engelshoven had het gisteren over een concert van de staat in Ahoy. Ik heb gisteren even contact gehad met de manager van die staat. Die zegt dat dat niet klopt. Oh. Dus de minister gooit gewoon een plan dat er nog niet is tijdens een debat zo tussen neus en lippen door op tafel met een fout voorbeeld. Ja. Maar goed, er is in elk geval iets gaande. Er komen field labs. Ja. En dat zou, je moet dan kunnen denken aan bijvoorbeeld, er was een podium in Uden, een theater, dat zei van, joh, wij snappen het wel, die anderhalve meter, maar laat ons nou met die kuchschermen, zoals het op terrassen mag, laat ons daar nou mee experimenteren. Op dit moment is het standpunt van het kabinet dat dat niet mag. Het mag alleen buiten op een terras. Maar je moet eigenlijk onderzoeken of dat in een theater ook kan, waardoor mensen misschien op 1 meter van elkaar mogen zitten, waardoor je capaciteit weer omhoog gaat. Ja. Nou, dat soort dingen willen ze dus in die field labs gaan testen. Dat is een klein sprankje van een... Ja, nou, en het sluit natuurlijk aan bij wat Van Engelshoven in de mond bestorven ligt. Is steeds die opmerking waar Erik zich ook zo, Van Eerdenburg zich zo kwaad over maakte, dat de initiatieven en de dingen steeds vanuit de branche moeten komen. Blijkbaar doen ze dat soort dingen ook. Erik zei ook tegen mij dat ze bij Mojo echt wel een stapel onderzoeken van over de hele wereld, dat ze iemand erop hebben gezet om die onderzoeken te verzamelen, waar Ritty eigenlijk ook naar verwijst. Gewoon onderzoek doen, kijken wat de kennis is om die specifiek relevant is voor onze branche. Dat is natuurlijk, je wil onderzoek doen naar het vaccin. Je wil onderzoek doen naar wat kan. Maar deze branche wil natuurlijk onderzoek doen dat als die dingen er allemaal nog niet zijn, wat kunnen we dan binnen die anderhalve meter? En hoe hard moeten we aan die anderhalve meter? De industrie is natuurlijk ook bereid om daar innovaties op te doen. Ik zag gewoon LOX 7000 en Amco Flashlight, twee technische faciliteitenbedrijven in de sector. Die komen nu met een soort temperatuurmetertje dat binnen 2 seconden helder heeft of jij koorts hebt. Ja, dat zijn die clubs en die festivals, die willen wel. Ja, natuurlijk willen die, want die zien gewoon de kliffen aankomen waar ze overheen gejaagd worden. Ja, gisteren of nee, maandag was een groot debat in de Tweede Kamer. Dat was eigenlijk aan de ene kant wel hoopgevend, in de zin van er waren veel partijen die echt doordrongen waren van de ernst in de cultuursector. En niet alleen doordrongen waren, die zich ook uitdrukkelijk uitspraken dat er meer moest gebeuren om de sector de helft te bieden. D66, de partij van Ingrid van Engelshoven zelf, de minister, vond dat het verspreiden van die 300 miljoen, dat te traag gaat. De VVD, notabene de VVD, kwam op voor culturele ondernemers. Ik vond de quote daarin wel veelzeggend waarmee ze dat zei. Dat gaat ons niet per se om de cultuur, maar gewoon om de FTE's. Ja, banen. 300.000. Ja. Ja, nee, maar laten we wel wezen. Het feit dat, dat cultuur gewoon geld oplevert en banen oplevert en bovendien steden aantrekkelijker maakt.
Dat is iets wat veel vaker in dit soort gesprekken moet worden naar voren gebracht. Helemaal mee eens. Het moet veel vaker gewoon keihard geroepen worden dat steden onleefbaar worden als je hier te weinig investeert in cultuur. En inderdaad gewoon de keiharde banen die het oplevert. Ik refereerde net al aan de ZZP'ers. Daar hebben we het ook al eerder over gehad in de machine. Die hele zomer zijn al die mensen die losvast verbonden zijn aan die hele rits festivals die van zeg maart tot oktober allemaal plaatsvinden. Die zitten allemaal werkloos thuis. Ik zie mensen postpakketjes verzenden bij de bol.com, omdat ze geen werk hebben. De hoeder van de popmuziek in de Tweede Kamer mogen we toch wel even een klein momentje geven. Dat is Peter Quint van de SP. Die doet dat al jaren en die deed dat ook nu weer in dat debat in de Tweede Kamer. Daar hebben we een klein fragmentje van. Nu optreden of straks betreuren wat we aan moois zijn kwijtgeraakt. Dat vertelde de directeur van Poppodium 013 mij afgelopen week. Ik belde hem na het nieuws dat hij 10 mensen in vaste dienst heeft moeten ontslaan. En dit is maar het topje van de ijsberg. Als een goed presterend podium dit moet doen, dan betekent dat dat daaronder nog veel meer podia op het punt staan om hetzelfde te doen. Maar zichzelf misschien nog net even een paar maanden extra in het rood steken, omdat ze het slechte nieuws nog niet willen brengen. Ontslagen, berooide zelfstandigen, het sluiten van podia. Dan mag straks het gebouw weer open, maar staat het ondertussen leeg. Ja, precies. Ja. Nou, dat is Peter Quint. Toen was het natuurlijk het wachten op de minister of die wat die zou doen. En die was vooral heel erg aan het wijzen op alle dingen die ze al gedaan heeft. Die 600 miljoen die al via allerlei regelingen naar de cultuur gevloeid is. En de nieuwe maatregelen moeten, ja, de nieuwe maatregelen, nieuwe steun zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Dus daar hebben we nog, nog even een zomertje op te wachten. En dat roadmap, die is er niet. Nee, hoog tijd dat hij er komt. Ja. Zullen we de kwaadheid even van ons afbrullen? Ja, we doen een klein stukje Hang Youth, de punkband die 2020 net zo goed heeft samengevat als de TikTok-hit waarmee we dit item begonnen. Zo. Werd die weggedraaid? Nou, die tracks die duren allemaal 22 seconden. En dan zitten wij hem nu in de fade-out te gooien. Ja, duurde een minuut, maar ik dacht ja. Oké. Okay. Eerste couplet, dan is het de boodschap wel duidelijk. Hè? Maar check die plaat vooral. Alle liedjes duren een minuut. En ze gaan ook over andere belangrijke dingen uit 2020. Ja. Elon Musk bijvoorbeeld. Hele goede plaat. Ja, en waarom alles zo duur is. Nou, we gaan de zuurigheid overboord gooien, Ads. We gaan het over leuke dingen hebben. Ja, want er gaan ook leuke dingen gebeuren vanaf juli. Want er mag weer van alles. Ja, het wordt eigenlijk een soort tiprubriek, hè? De zondagochtend. Wat voor leuke dingen kun je doen vandaag? Ja. Met Meta de Vries. Ja. Ken je er nog? Bij ja, Meta zeker. De Vries? Ja, zeker. Zo'n lekkere radiostem heb ik niet, hoor, als Meta. Nee. Wat gaan we doen in juli? Nou, ik dacht misschien een dinnershow van Leeuw Kleine in de Maassilo. En daar kon je, geloof ik, een kaartje met inclusief een flesje champagne bij krijgen. Ik vind dat dus heel leuk. Als in, ik zou daar nooit een kaartje voor €170 voor kopen. Kleine lettertjes waren overigens ook wel interessant. Hè? Er stond dat EA Events werkt met een non-refund policy. Dus oftewel, als je niet opkomt dagen, dan kun je fluiten naar je centen. Dat vond ik wel opvallend, want als je naar het bioscoop gaat, dan proberen ze het zo laagdrempelig mogelijk te maken. Zo van, ja, als je dan, ja, we moeten jou overtuigen om een kaartje te kopen. En als je dan niet komt, dan mag je het gewoon teruggeven. Ja, maar als we gingen het over niet. Leuke dingen hebben. En het leuke ding was Lil Kleine en champagne, nee, Broederliefde. Ik vind dat leuk. Ja, Broederliefde doet het ook. Maar Lil Kleine heeft meerdere avonden. Ja, ik vind dat dan wel een grappig ding. Dat je denkt van, we mogen geen concert in een volle zaal doen. Waar Lil Kleine heeft natuurlijk behoorlijk wat publiek. Ook echt opvallend dat ze natuurlijk ook inzetten op een best wel hoog segment. En Lil Kleine kennen we natuurlijk als een artiest die heel veel kids aanspreekt. Maar kennelijk gelooft hij er ook in dat hij, nou, dat zal hij wel weten natuurlijk, maar dat hij dus ook een flink segment. Ik denk dat hij een flink segment heeft dat hij dat graag zijn cash money aan een tafeltje vlakbij het podium willen besteden en dan niet één, maar vier flesjes champagne erop laten neerzetten. Ja, ik heb zin om daarheen te gaan eigenlijk. Nou, hey Lidl, stuur even een kaartje naar Adse, die wil graag komen. Een recensietje maken. Ik zag ook in 013 een avondvullend programma met ook volgens mij een dinnerachtig concept met Charlie Lono's en Mental Theo. Ja, maar hoe kun je stil blijven zitten als die Happy Hardcore aangaat? Ja, dat ben ik dus ook benieuwd naar. Of krijgen we dan een soort ambient versie van die Happy Hardcore, dat ze dat allemaal hebben opgenomen? Nee. En Charlie zit Charlie toch op het strand? En, Theo. En er komt ook een soort van Q&A tussendoor.
wordt vast ook heel geestig, want we kennen Mental Theo, die kan wel lullen. Ja, en Charlie komt Charlie speciaal gaat dan iets voor... vertellen over zijn zen bestaan. Ja, op het strand, die komt verlaat het strand van zijn yoga cursus. Ja, precies. Okay, wauw. Walk the Line, tours in Tivoli-Vredenburg, waarbij je vier verrassende dingen krijgt in een uurtje of twee. Ik heb er vorige week eentje gedaan, was super leuk en het was inderdaad zo afwisselend als ze beloofden. Ik heb een stuk klassiek gezien waar ik de tranen van in mijn ogen kreeg. Ik heb jazz meegemaakt, een soort gastcollege-achtig ding met een spoken word gedeelte. En tenslotte een band, ik noem ze allemaal bewust niet, want het is een verrassing wat je te zien krijgt. Een leuke Nederlandse band in de grote zaal. We zijn het hele gebouw door geweest. We waren twee uur onderweg en ik was gods super blij dat ik weer wat live had gezien. Jij was echt, jij voelde, Ik heb daarna Daniel Loewis gevraagd om mij een playlist te maken van de mooiste dingen van Bach, want ze speelde Bach. En dat was prachtig. Hoezo vraag je nou aan Daniel Loewis om een playlist Ik weet toevallig dat hij een kenner is. Oh. Dus ik en dat zo net als bij Jukebox wil ik dan van kenners graag. Ik wil niet een best of op Spotify aangezet hebben. Ik wil van iemand die er echt van houdt, gewoon de 10 mooiste dingen. Er komt ook een indie-only versie van de Walk the Line, zag ik. Ja. En ik geloof dat ze ook met een metal versie bezig zijn. Ja. Dat lijkt me ook geestig. Ja, naar aanleiding van die Walk the Line heb ik even buiten gezeten met Jeroen Bartelsen, de directeur van Tivoli Vredenburg, en de marketingmanager Lieke Timmermans. Ze waren enorm blij verrast door het enthousiasme dat die Walk the Line, dat Walk the Line idee opriep. Ik was 's avonds er, in het begin van de avond. Ze hadden 's middag al een ander programma gehad. En ze hebben daar eigenlijk in die week op basis van het enthousiasme besloten wat ze afgelopen week hebben aangekondigd. Namelijk dat ze heel juli al die Walk the Lines gaan doen. En dan komen er ook middagmatinees, omdat er gewoon heel veel belangstelling voor is. Ja, dus met een groepje van 30 mensen ga je dus dat gebouw doen. Dat wordt ook niet uitgebreid, want je kunt weliswaar nu inmiddels meer mensen in een zaal ontvangen. Maar je moet die mensen natuurlijk ook nog op veilige afstand door het gebouw heen leiden. Ik moet zeggen, ik vond het wel leuk en tegelijkertijd vond ik het ook een confrontatie met alles wat ik mis. Want ik wil gewoon, als ik die Pandora binnenloop, ik snak er inmiddels naar om tegen iemand aan te lopen die zijn bier over me heen gooit. En dat ik dan moet zeggen, godverdomme, kun je niet uitkijken. Ja, dat hebben we allemaal een beetje. Maar goed. Ja, wat hebben we nog meer voor leuks in juli? Ja. Nou, een Ziggo Dome. Ziggo Dome heeft inmiddels een heel vol programma staan. Ze hebben Nilsson, Frenna, Typhoon, de jeugd van tegenwoordig, Rolf Sanchez. Echt veel. En ook echt de Nederlandse ticketsellers die daar gaan optreden. Ik zag dat Typhoon, die gaat Lobby Dabassi integraal doen. Wauw. Het is ook lang wachten op zijn nieuwe plaat, dus hij zal wel moeten. Ja. Want die moeten nog steeds aankomen. Maar ja, dat zijn toch mooie shows eigenlijk. Ja, ik geloof 2,5 of 3.000 mensen kunnen erbij Precies. zijn. Precies. Ja. En ik denk dat ik daar nog het meeste me toe aangetrokken voel. Want dat is een ruime opzet. Ruime opzet, maar tegelijk, je zit toch gewoon met 2,5, 3.000 mensen in een zaal. Op 1,5 meter afstand, dus ze kunnen ook niet door het concert heen lullen. Daar zullen mensen vast hun weg wel voor weten te vinden. Ja, dus en natuurlijk, dat wat we niet moeten vergeten, wat ik toch wel een stoer initiatief vind, is Guus Meeuwis. Oh ja, wat Guus Meeuwis doet een residency in 013. Die gaat een hele maand, bijna elke dag gaat hij daar geloof ik spelen. En dat hebben ze bedacht toen er 100 mensen in pasten. Dus dat zullen er nu meer mogen zijn, neem ik aan. Dat lijkt me ook. Maar ik vind dat wel leuk. Dat je zegt van ik wil gewoon spelen. Ja. Ik ga het gewoon elke dag doen. Ja, en het idee was geloof ik dat iedereen die erbij wil zijn, hij blijft zo lang spelen zolang er mensen zijn die het willen horen. Echt? Ja, dat is volgens mij het idee. Ik geloof dat hij, als ik het goed heb gelezen, een nieuwe plaat heeft. Ter gelegenheid daarvan die concerten wilde starten. Hij zal ongetwijfeld zijn oude hits ook spelen. Maar ik geloof dat hij ergens op Radio 2 of Radio 1 had geroepen van we blijven spelen zolang de mensen blijven komen. Het is een beetje een soort Billy Joel. Hè? Die treedt geloof ik ook één keer per maand op in zijn hometown, waar hij op de fiets naar Madison Square Garden kan. En speelt hij al zijn hits en heeft hij het geld weer binnen voor de maand juni. Ik denk niet dat Guus Meeuwis dit voor het geld doet. Nee. Maar ik denk wel dat Guus Meeuwis graag Billy Joel zou willen zijn. Dat denk ik ook wel. Ja. Precies. Ja, hoe dan ook, er zijn initiatieven waar we blij van worden, waar we enthousiast van worden. We moeten niet vergeten Aquasi nog even te noemen, die gewoon op tour gaat. En dan maar gewoon voor hoeveel mensen erin mogen, maar hij gaat het gewoon doen. Ja. Dat vind ik gewoon cool, want we weten allemaal dat het weinig oplevert, dat het voor die zalen eigenlijk niks oplevert. Dat het allemaal kruimels zijn en dat we af moeten van die 1,5 meter. Maar tegelijkertijd, we moeten het wel gewoon. Ja, er moet tof, wel gewoon muziek gemaakt precies, worden. Precies. Tof dat het gebeurt en tof dat je ergens naartoe kunt deze zomer. Juist. Meta, hebben we nog meer moois waar we naartoe moeten? Heb jij nog iets wat je wilde noemen?
Nee, volgens mij hebben we het lijstje wel gehad. Oh, de jeugd van tegenwoordig in de AFAS. Ik geloof dat we daar met de redactie naartoe gingen. Dat was in een Ziggo, dacht ik. Maar oh, dat was misschien een Ziggo. Misschien wel twee keer. Ja, joh, prima. Ja, waarom? Misschien moeten ze hetzelfde credo doen als Guus. Gewoon net zo lang blijven spelen tot mensen willen komen. Precies. We gaan het hebben over K-pop. Ja, leukste onderwerp van... Nou, nee, we hebben wel veel leuke onderwerpen gehad. Maar dit is er ook wel eentje, hoor. Ja? Ja. Ja, jou viel op dat er was een groot artikel in Amerikaans. Ja, nou ja, ik denk, ik denk dat de meeste mensen die deze podcast luisteren natuurlijk met iets wat meer belangstelling naar andere popnieuws kijken. En dit was een nieuwtje van, ik denk, wat was het, anderhalve week geleden, bijna twee weken geleden. De grote rally van Trump in Tulsa, die wat minder werd bezocht dan gedacht. En daar kwam eigenlijk na anderhalve dag wat meer nieuws over naar buiten. Die magere bezetting van zijn verkiezingsbijeenkomst was volgens de berichten deels te wijten aan jonge, voornamelijk K-pop fans, die hun bereik en online aanwezigheid hadden ingezet om plaatsen te reserveren in dat stadion, maar niet opkwamen dagen. Oké. Dat was een heel grappig bericht. En eerst leek het gewoon een soort losse vlodder, maar gaandeweg kwamen echt meer berichten in dat daadwerkelijk aan de hand was. Die K-fans die trolden vrolijk en die moedigden elkaar aan, vooral op TikTok, maar ook op andere veelgebruikte. Ze zitten ook heel veel op Twitter, hè? Ja, en op Instagram. Twitter is zeker inderdaad ook veel gebruikt. En ze haalden hun oproepen daar ook weer weg. Maar met de wijsheid van terugkijken kon je wel een paar dingen terugvinden. En wat gebeurde er? Die organisatie van Trump die rally organiseerde, die had mede door die belangstelling, riepen ze heel stoer in de pers dat er 800.000 tot een miljoen belangstellenden waren voor de stoelen. Maar wat er natuurlijk uiteindelijk resulteerde, is dat er 19.000 stoelen in dat stadion waren, waarvan maar een derde bezet was. Dus daar stonden ze mooi mee in hun hemd. Ik vind het wel lastig om vanuit Europa of vanuit Nederland te kijken wat precies die impact van die fans en die acties is geweest. Dat is toch een beetje lastig in te schatten. Je kunt heel veel roepen van, hey, dit hebben wij voor elkaar gekregen. Ik denk ook dat dingen als bezoekers die bang zijn om besmet te raken met corona of bang zijn voor ongeregeldheden in Amerika, dat zal ongetwijfeld ook een rol hebben gespeeld bij mensen die minder zijn opkomen dagen. Maar als waar is wat die K-pop fans zeggen, en daar spreken we zo iemand over, dan hebben ze daar toch daadwerkelijk een impact op gehad. En om je dat even te illustreren, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen die de machine luistert ook de hele dag K-pop op heeft staan en ook denkt, hoeveel mensen zijn dat precies? Wat cijfers heb ik even opgezocht. Mm-hmm. De hashtag K-pop Twitter, je zei het al eventjes, ze zitten ook op Twitter. Die werd vorig jaar in 6,1 miljard tweets gebruikt. 6,1 miljard tweets. Het is ongelooflijk. Alleen maar die hashtag. Ja, alleen maar die hashtag. Dus daarmee taggen alle K-pop fans het onderwerp van hun tweets. En dat is een stijging van ongeveer 15% ten opzichte van 2018. Dus dat is een groeiende groep. En dat zijn met name vier landen. Dat kun je jezelf eigenlijk wel bedenken. Thailand, Zuid-Korea, Indonesië, maar ook de Verenigde Staten. Dus dat geeft ook wel aan dat de impact van die fans in de Verenigde Staten groot is. Dus dat zijn de top vier landen waar die hashtag is gebruikt. Er was een BTS, hebben we het hier ook wel eens een keer over gehad. Zo ongeveer de grootste K-pop band ter wereld. Ongeveer in ieder geval degene die zich het groot in de kijker zeker heeft. Zeker internationaal het meest bekend. Ja, en zeker ook wat meer mainstream fans ook aan zich weten binnen. Een bandlid had een video waarop hij danst op Bad Guy van Billie Eilish. Dat is ook een niet onbelangrijke online hit volgens mij. Uh-huh. Dat was de meest geretweete tweet van vorig jaar. Dus dat geeft wel even aan wat de impact ervan is. Maar het is niet alleen die Trump rally die ze hebben getrold. Want je ziet eigenlijk veel meer. Het is een veel bredere beweging. Ze bemoeien zich met Black Lives Matter. Gaan daarop inhaken. Ze de rechten van de LGBTQ gemeenschap. Daar maken ze zich sterk voor. Er zijn zelfs protesten tegen de overheid in Chili waar ze zich in gemengd hebben. En wat ze dan vaak doen is de hashtag die dat onderwerp, of zoals Black Lives Matter heeft, die gaan ze zitten of extra delen of zitten vervuilen op het moment dat het een vervelende hashtag is. Ja, dat is in Nederland ook gebeurd met Baudet. Dat hebben ze met White Lives Matter gedaan. Ja, en met Baudet en Geert Wilders tweets. Dan gaan ze gewoon zitten trollen. En dan gaan ze volgooien met foto's van K-pop bands, waardoor die hele timeline op dat onderwerp vervuild wordt. En in Dallas had de politie opgeroepen om mensen die protesteerden, betogers, te filmen en in een speciale app. Dat was een app in de App Store waarbij je die beelden dan kunt uploaden, zodat de politie die betogers sneller kunt oppakken. Een app van de politie zelf? Ja, dat is iWatch. Dat is niet ik geloof niet dat die van de politie zelf is, maar dat is een app die het makkelijker maakt om opgenomen beelden te delen. En de politie riep mensen op om dat vooral te doen met betogers die aan het rellen waren of die zich deelnamen aan Black Lives Matter. Die app werd door de K-pop fans helemaal gedownvote in de App Store. Waardoor die helemaal naar onder. Ja, en dus dat soort acties zijn aan het doen.
Nou, ik ben dus wel benieuwd, want wat wij weten over K-pop, alle documentaires vertellen ons dat, alle artikelen die ik erover gelezen heb, zeggen altijd dat K-pop zo enorm apolitiek is. Ja. Gaat ook aseksueel ook. Die jongens die in die band spelen, die hebben vooral geen vriendin. Ja, er zijn al zeker geen homo. Nee, het zijn natuurlijk eigenlijk de dingen die je in de jaren 90 ook al zag bij boybands. Maar dan nog extremer. Ja. Ja, wat ik fascinerend vind is de lijn die ik er een beetje in zie. Ik denk dat, dan maak ik het misschien wel groter dan het is hoor, maar dat is dan maar zo. Ik denk dat bij de verkiezing van Obama zag je heel erg dat hij zijn data en die roots-achtige beweging op gang bracht om zijn verkiezing veilig te stellen. Daar is natuurlijk een soort kwaadaardige hybride van ontstaan bij Trump, die ook heel erg online is gaan zitten. Daar lees je natuurlijk ook van alles van, dat hij Facebook heeft ingezet, allerlei dingen is gedaan. En nu wordt er eigenlijk door een hele andere community, waar je het niet van verwacht, op een manier teruggevochten die ik heel interessant vind. Ja, en toch wilde ik het weten hoe het nou gekomen is dat die K-pop-liefhebbers daar zo in zijn gaan zitten, dat ze zo activistisch geworden zijn, terwijl, wat ik net zei, het vooral apolitieke muziek is. Dus ik heb even gebeld met Mai Verbij, die is K-pop liefhebber. Ik moest vooral niet fan zeggen, niet omdat ze zich daar te goed voor voelt, maar juist omdat ze vindt dat ze die eer niet verdiend heeft, want een fan van een K-pop act, die doet echt alles voor zijn act. Ze is een liefhebber en ze weet er veel van. En ik vroeg haar, hoe komt het nou? Was het niet zo dat die bands apolitiek waren? Dat klopt wel, maar dat zijn vooral de artiesten. En de fans zitten natuurlijk tegenwoordig wereldwijd. Dus niet alleen maar in Korea. Het zijn ook gewoon veel internationale fans. De fanbase is zo groot geworden dat het ook logisch is dat de fans, vooral in Amerika bijvoorbeeld, zich helemaal hard maken voor het boycott van Trump. Of in Dallas, zeg maar, die oproep op Twitter om illegale activiteiten van protesten zeg maar, te delen. Dat is natuurlijk een boycott geweest vanuit ja, eigenlijk de Amerikaanse fans. Dus ondanks dat je artiest natuurlijk uit Korea komt en dat zij daar een voorbeeld zijn, gebruiken ze wel de netwerk die ze op Twitter hebben gebouwd, wel gewoon sterk en ook wel gewoon. Ik denk gewoon een nieuwe manier van activisme misschien ook wel. En dat we hebben deze vorm van social media hebben natuurlijk tot nu toe vooral gezien inderdaad om hun artiesten te supporten. Hè. Wij merken het ook, ja. Als je een keer BTS draait op de radio, dan krijg je... Ja, dan gaat Twitter... Ja, klopt. En ook via de app van bijvoorbeeld 3FM. Als 3FM één keer BTS draait, dan krijgen ze cadeautjes zelfs opgestuurd. Weet je, dat soort dingen. En dat is omdat die K-pop fans super dankbaar zijn. En zeg maar de achterliggende opdracht van White Lives Matter of die boycott van Trump is ook om hun artiesten natuurlijk weer mede in het nieuws te krijgen. Kijk, de K-pop fans hebben natuurlijk alles eraan gedaan om hun artiesten sowieso de erkenning te krijgen internationaal. Daar is echt jaren over voor gestreden van fans. Inmiddels hebben we die erkenning een beetje gekregen. Maar ja, we moeten natuurlijk wel sterk blijven. En dan komt zo'n sociale activisme eigenlijk, komt er dan ook in één keer bij kijken. Dus het, zeg maar, het heeft twee kanten. Het is om hun K-pop groep positief in het nieuws te brengen. Want ze zijn natuurlijk nu weer hot topic, overal. Maar het is natuurlijk ook met de achterliggende gedachte dat ze ook wat goeds willen betekenen. Omdat K-pop fans ook gewoon zelf... bepaalde voorbeelden laten zien, zoals BTS, die natuurlijk bijvoorbeeld 1 miljoen doneert voor Black Lives Matter. Dat is ook wel gewoon om hun voorbeeld, zeg maar, achteraan te gaan. Ja, precies. Dus er twee kanten. Zeker een balans in, dus het wordt en gebruikt om op een soort bandwagon te springen waar je je artiest weer kan promoten. Tegelijkertijd is het ook niet zomaar een bandwagon, maar ze zijn het er ook wel mee eens. Zeker. En weet je wat vooral met Black Lives Matter het ding is dat, kijk, de fans van BTS bijvoorbeeld, die zitten wereldwijd. Het is niet alleen meer maar Korea, maar het is gewoon echt wereldwijd. En dat zijn ook gewoon de fans met verschillende soorten culturen, maar ook met verschillende soorten voorkeur qua seksen en zo. En dat maakt niet uit. Maar die worden gediscrimineerd, dus zij weten als geen ander hoe dat is om gediscrimineerd te worden. Daarnaast wordt K-pop in de muziekindustrie nog steeds heel erg gediscrimineerd, vind ik persoonlijk. Als je ziet
Als je naar de streamingcijfers kijkt, dat is natuurlijk wel... misschien ook een klein beetje boycott van de fans, dat ze zich helemaal inzetten van we moeten zo hoog mogelijk in de hitlijst komen. Maar ja, die cijfers liegen er niet om. Dit is wat de wereld dus schijnbaar wil. En toch wordt het er zo moeilijk gedaan binnen de internationale muziekindustrie om ze primetime op een radiozender eventueel te kunnen draaien. Ik heb er wel eens moeite mee, zeg maar. Ja, precies. Wordt nog steeds niet serieus genomen. Misschien ook wel mede juist door die hyperactieve fans. Waarvan we denken, die creëren een hype die misschien groter is dan wat het is of zo. Dat gevoel krijg je. Ja, hysterisch. Hysterisch, zeggen ze altijd wel. En cablefans worden ook online als hinderlijk gezien, zeg maar. Maar het is gewoon een nieuwe vorm van sociaal activisme. En daarnaast is het niet alleen... iets van K-pop jongeren. Dit is gewoon een tijd waarin jongeren weten dat ze de algoritme kunnen breken. En dat ze iets kunnen bereiken met het internet. En het wordt alleen maar erger of erger. Dan geef ik het een heel negatief ding. Het wordt alleen maar groter. Ja, het wordt groter, denk ik. De underdogs, hè? De underdog die hun positie inzet. Voor bands die €120 tot €250 per kaartje vragen. Dus die underdog-positie is wel een beetje... Ja, ik vind het een fascinerend fenomeen. En ook echt 2020, toch? Zeker. En ik vind het ook heel leuk om te zien dat het die opmerkingen logenstraf van een paar jaar geleden... alsof jongeren niet sociaal en politiek betrokken zouden zijn. Het is iets wat ik totaal niet herken bij mij thuis. Maar wat nu gelukkig ook in zulke grote cijfers ook onderstreept wordt. Dat is een hele goede zaak. En blijkbaar vertelt mij dat het al jaren daaraan gebouwd wordt. En dat het niet iets is van de afgelopen 14 dagen. Ik vind dat heel fascinerend. Heel fascinerend. Nou, nu is het afwachten straks in november wiens lange arm sterker is. Die van Poetin of die van BTS? Ja, en wat we zometeen gaan krijgen in maart hier in Nederland natuurlijk. Hè. Dan moeten we natuurlijk ook nog even gaan kijken of ze Baudet en Trump Baudet en Wilders in de wielen gaan rijden. Ik vind dit grappige dingen. Ja, ik vind het grappige ook hele grappige dingen. Ik denk dat de K-pop fans meer mensen weten te bewegen dan die twee pushes van Geert. Ik heb geen idee waar je het over hebt, maar misschien moet ik het maar zo houden. Ja, nou ja, die pushes die Geert ooit op Twitter heeft gezet. Dit was hem voor deze keer. Een lange, uitgebreide, belangrijke dingen machine. En leuke dingen. Zo is dat. Dit was hem voor nu. Vond je deze podcast interessant? In de 3FM-app vind je er nog veel meer. Zoals deze. Fijn dat je luistert en welkom bij De Koffer in met 3 op reis. Ga op reis met Chris Segers en Jennifer Hofman in deze nieuwe 3FM-podcast. We dromen weg met de 3 op reis-crew naar de meest bijzondere en naar de mooiste plekken. Dat doen we aan de hand van 10 vaste vragen. Als je nou de rest van je leven 1 anekdote van deze reis zou mogen vertellen. Dus hij heeft gewoon de helft van zijn tand verloren in de Colombiaanse jungle. En ik voel dus inderdaad een kakkerlak mijn mond inlopen. En ik... De koffer in met 3 op reis. Check je via de 3FM-app of jouw favoriete podcastplatform.